Goed. Nou, we zijn nu op Sportpark De Maatsen. Ja, klopt. En wat we tegenkomen is mensen die zich goed vermaken. En eigenlijk niks te maken hebben met eenzaamheid. Klopt dat? Nee, gelukkig niet. Nee, we spelen één keer in de week hier. En we hebben dan nog wel andere activiteiten die we dan nog wel doen. En wat dat betreft dan is eenzaamheid is niet... Niet van toepassing voor ons. Maar er zijn heel veel mensen die dus wel eenzaam zijn. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren. Ja. Heb je enig idee waar dat dan kan liggen? Nou ja, ik denk dat je er gewoon op uit moet gaan. He, niet binnen blijven zitten, maar gewoon je ergens bij aansluiten. Ja. En we willen graag dat donderdagsmorgens hier dan eigenlijk de mensen komen... En maar goed, het is natuurlijk wel een beetje afgelegen, hè, voor de mensen die in de stad wonen. En ja. Bent moeilijk begaanbaar. Dus dan... Maar er is voldoende parkeerplaats, dus mensen kunnen ook met de auto komen. Altijd met de auto kan je komen en op de fiets. En maandagsmiddags is het ook hier van 2 tot 4. En gaat het uit van een organisatie? Stichting Welzijn. Oké. Okay. Ja. Dat betekent dus wel dat zij dingen ondernemen voor... Mensen die zeggen van een bepaalde leeftijd. Betekent dat ook dat u zegt van, ik heb dit nodig? Ja, vind ik wel. Anders zit ik thuis. Ja. Ja, dus en kijk, we zijn nu met z'n tweeën dat we hier naartoe gaan. En dat is natuurlijk prettig dat je dat met z'n tweeën kunt doen. Maar als je alleen bent, dan is het helemaal belangrijk om eruit te gaan. Ja. En het houdt in dat, dat u zich goed vermaakt. Ja, prima. En u bent met een klein groepje. Van hoe groot bestaat het? Nou, meestal zijn we met 8 man. Ja. Okay. Het is nu toevallig dat er 4 mensen niet kunnen. En dat is dan jammer. Maar goed, dat kwam nu even zo uit. Maar goed, u straalt in ieder geval. Dat betekent dat het inhoudt dat het een mooie bezigheid is. Ja, absoluut. Ja, we doen het echt met heel veel plezier. Ik zou zeggen, nog heel veel genoegen. Hey, dankjewel. Okay. Staatssecretaris Van Ooyen van VWS bezoekt Kampen voor aanpak tegen eenzaamheid. De gemeente Kampen is succesvol aan de slag met aanpak tegen eenzaamheid. Dat is de aanleiding voor staatssecretaris Maarten Van Ooyen om Kampen een bezoek te brengen. Tijdens dit bezoek laat hij zich onder meer informeren over Effen Buurten, Het Beste van Kampen en het initiatief op begraafplaats Bovenbroek. Aan het einde van zijn werkbezoek gaf de staatssecretaris het startschot voor de lokale week tegen eenzaamheid. Dit deed hij door de flyer van alle activiteiten tijdens de Kom erbij week in Kampen in ontvangst te nemen bij Sportpark De Maatsen. Wij mochten daar getuigen van zijn en spraken de staatssecretaris kort met een toelichting van wethouder Jan-Peter van der Sluis. Bij deze week wil ik u de Kom erbij week flyer, wat er de komende week allemaal te doen is, overhandigen. En in de hoop dat u het nog even officieel kan openen. Plus de Kom erbij chocolaatjes, dat geeft een paar zakjes mee. Ja, hartstikke. Bij deze, de Kom erbij week, we zijn gestart, toch? Hoppakee. Oké. Prima. Leuk. En de chocolaatjes, ja jongens, kijk eens aan zeg. De koppelgaat van de 6 trappen die we hebben gehad. Ja. We geven een klein beetje geluk mee naar Den Haag. En ik hoop dat je het verspreidt in Den Haag. Ja, dankjewel voor je bezoek. Ja, zeker. Leuk. Mag je even kijken? Ja, zeker. Dat is een heel leuk cadeau sowieso. Het automatisch een stukje geluk. Ja. Dan moet je wel opnemen. Heel mooi. Ja, altijd een voorrecht als een staatssecretaris kamp bezoekt natuurlijk. Alleen was mijn vraag wel, wat hebben wij aan een staatssecretaris die een bezoek brengt aan kampen? Wat kan dat betekenen in Den Haag? Nou, kijk, het is een voorrecht om hier te zijn, zou ik willen zeggen. Toch even omdraaien, want het is heel goed om te zien wat er in kampen allemaal gebeurt.
op het gebied van mensen in verbinding brengen met elkaar. Het ja, juist ontmoeten van mensen die misschien in een hele moeilijke situatie zitten, omdat ze hun dierbaren zijn verloren. Dus ik ben echt onder de indruk. En ik heb het ook al even gezegd tegen alle betrokkenen vandaag. Wat mij betreft is Kampen ook een klein beetje een leerschool voor heel veel andere gemeenten in Nederland, die misschien nog niet zoveel mooie initiatieven of verbindingen leggen. Dus, en dat neem ik ook mee naar Den Haag vandaag. Dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk. En ik denk voor Den Haag ook, want ze kunnen best wat leren van Kampen. En we zijn daar trots op. En we zijn natuurlijk heel trots dat u hier een bezoek hebt gebracht. Zeker. En hou alsjeblieft die mooie verbindingen die jullie leggen vast. Ook als Den Haag af en toe denkt dat dat niet zou moeten gebeuren, zou ik zeggen, wees maar een klein beetje eigenwijs hier in Kampen. En dat zijn we. Dank je wel. Ja, en ik kan me voorstellen dat een wethouder dan ook wel toch een beetje een eer vindt dat de staatssecretaris een bezoekje brengt aan Kampen. Dat is het zeker. Belangstelling vanuit Den Haag voor wat we hier aan het doen zijn is natuurlijk mooi. Hè? We hebben heel veel vrijwilligers, dus dat is ook een beetje de kracht van Kampen. We worden ook in kamerstukken genoemd en we hebben ook gezegd, ja, als je dat dan zo belangrijk vindt, kom dan ook eens even kijken, kom leren hoe wij het doen. Breng ook wat. Hè? Dus we hebben ook wel de staatssecretaris met een klein beetje een boodschap teruggestuurd van maak het structureel, zorg voor voldoende middelen. En ga ook kijken naar de jongeren, want dat is ook wel onze volgende zorg. Ga ons daar ook bij helpen, hoe we dat dan beter kunnen doen. Maar we zijn best wel trots wat we hier in het Kampen doen. Met heel veel partners, met heel veel vrijwilligers. En we willen dat ook de staatssecretaris laten zien. Maar ook laten meegeven naar Den Haag. En zodat hij dat ook verder kan oppakken. De mooie voorbeelden die we hier hebben. Ja, want ik zag van de week op een filmpje dat de staatssecretaris toen hij nog wethouder was in Utrecht dezelfde portefeuille had. Dus ook de straat op ging om de jongeren te vragen van wat kunnen wij betekenen voor jullie. Maar ik moest toch ook weer denken aan Kampen. Dat ik dacht van we hebben heel veel kerken. Dus er is veel gemeenschap onderling. Daar kijk je naar elkaar om. Maar dan verbaast het me weer dat je vanmorgen in de krant leest dat er zoveel jongeren eenzaam zijn. En dan denk ik, wat kun je daar dan nog meer aan doen? Nou, dat is ook onze zorg, hè, wat je eraan kunt doen. We willen ook veel meer kijken wat we kunnen doen in de wijken. Hoe kunnen wij ook de jongeren in beeld houden, in beeld krijgen? De kerken spelen daarbij een rol, maar denk ook aan de sportverenigingen. Alle andere verenigingen die we hebben. Ook daar ligt de opdracht, misschien de scholen, we zijn ook met de scholen bezig, van wat zien jullie op de scholen? Hoe kunnen we dat anders doen? Hoe spoort dat met onze jeugdzorg? Waarom doen we dezelfde dingen? Waarom doen we het niet samen? Dus dat is wel de opgave voor de komende jaren, om het samen te doen. Om te kijken waar die jongeren dan tegenaan lopen. En wat dat dan betekent voor de gemeente samen met heel veel partners. En ik denk dat we daar nog wel wat in te winnen hebben. Want ja, de jeugd heeft de toekomst. Dus we moeten wel zorgen dat de jeugd een goede basis heeft voor de toekomst. Dus daar zullen we echt mee aan de slag moeten. Dat betekent dus dat we niet naar de grote steden moeten kijken. Want daar is natuurlijk veel meer eenzaamheid, terwijl het daar altijd druk is. Maar zelfs in ons rustige Kampen, mag ik dan wel zeggen, speelt ook dat nog steeds een rol. Ja, nu is ons geluk dat we best wel heel veel verenigingen hebben. We hebben veel koren, we hebben de goede kerken. Dus we hebben de basis, staat er wel. Nu is de zoektocht, hoe vinden we de jongeren in dat complete netwerk? Dus we staan een streepje voor, denk ik, op de grote steden. Daar is Kampen ook uniek in. Daar moeten we ook blijven koesteren. Maar vanuit die basis zullen we ook moeten nadenken, wat betekent het voor onze jeugd? En hebben wij voldoende ook voor de jeugd? Dat is ook wel een vraag die mij bezighoudt. Hebben wij voldoende voorzieningen? Of gaat de jeugd, blijven ze thuis zitten en hebben ze niks te doen? Nou, dat is wel een opgave die we ook moeten oppakken. Ook in onze hele sociale basis, hè, wat wij in Kampen willen neerleggen. Dat is een opgave die voor alle partners echt met hoofdletters moet worden geschreven.